Dit jaar door corona helaas geen intocht van Sinterklaas in Nijverdal. Wij praten hierover met Jamie Fransen. Jamie, dat was een moeilijke beslissing. En een hele teleurstelling voor jullie, neem ik aan. Ja, uiteraard. Wij hadden natuurlijk graag gewild dat de intocht in Nijverdal door zou gaan zoals het elk jaar door zou gaan. Maar helaas komt corona roet in het eten gooien. Dus we hebben eigenlijk de logische beslissing gemaakt om de intocht dit jaar niet door te laten gaan. Doordat wij de veiligheid van de inwoners van Nijverdal staat natuurlijk gewoon voorop. En wij willen daar geen brandhaard in zijn. Komt er voor de kinderen een alternatief? Want die zijn natuurlijk heel erg teleurgesteld. Ja, dat begrijpen wij uiteraard. En wij zijn op dit moment nog druk bezig om het een en ander te gaan bedenken. En we zijn druk aan het brainstormen hoe wij toch een alternatief aan de kinderen aan kunnen bieden. En vorig jaar was er ook het Huis van Sinterklaas. Is er die nou nog? Ja, het Huis van Sinterklaas is ook nog even een dingetje. Doordat er natuurlijk veel mensen in ruimte samenkomen, is dat ook wel een risico. En we zijn daar ook nog mee in gesprek hoe we dat het beste op kunnen gaan lossen. Misschien alleen een etalage aankleden zoals het Huis van Sinterklaas of met tijdsvakken gaan werken. Dat is nog niet helemaal bekend. Maar de Sint is daar zelf niet aanwezig? Nee, zoals wij het nu hebben bedacht is Sinterklaas daar zelf niet aanwezig, nee. En is er verder nog iets van een film? Of? Ja, we hebben dit jaar weer een film. Het is het vierde jaar op rij dat we een eigen Sinterklaasfilm maken met de Sinterklaascommissie Nijverdal. En die gaat ook in het Senintheater draaien in de bioscoop. Dus er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Waar kunnen die kaarten besteld worden? Die kaarten die kunnen besteld worden op de website van het Zinin. Dat is zinin.com. Ja, aanstaande zaterdag dan begint de voetbalcompetitie. En voor jullie gelijk met een derby. En tegen Hellendoorn voor de kijkers. Hebben jullie daar onderling afspraken over gemaakt? Want in deze coronatijd kan ik me voorstellen dat daar straks het veld niet helemaal vol staat met toeschouwers. Ja, dat klopt. We hebben een week of vijf geleden hebben wij als vier besturen van de derbyclubs, om ze maar zo te noemen, hebben contact gezocht en zijn bij elkaar gaan zitten. En we hebben onderling afspraken gemaakt over hoe wij de derbies willen gaan organiseren. En heel concreet, als je het over aantallen hebt, dan hebben wij besloten om te gaan voor een maximaal van 250 toeschouwers per derbywedstrijd. Ja, nu heeft Hellendoorn, las ik op Facebook, alle kaarten in eigen beheer. Genoeg toeschouwers. Gaan jullie nog iets voor de mensen hier doen op het sportpark, die dus niet naar Hellendoorn kunnen? Ja. Nou, ten eerste heel mooi dat de kaarten binnen 2 uur, heb ik gehoord, op waren voor alle leden van de VV Hellendoorn. Want we hebben het hier over eigen leden van Hellendoorn. Wij hebben onze vaste cameraman Gerrit Grevink. Die zal opnames maken van de wedstrijd zelf. En die zal die 's avonds op YouTube gaan zetten. Zodat de leden weliswaar achteraf toch nog naar de wedstrijd kunnen kijken. En we hopen natuurlijk ook dat onze leden via Hoi aansluiting vinden. Om af en toe wat flitsen op te vangen van de wedstrijd zelf. Ja, dan heb je 26 november nog de zweef hier op dit sportpark op programma staan. Wat vind je zelf dat je zelf deze wedstrijden voor de winterstop hebt thuis? Ja, weet je kunt er op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant zal onze penningmeester natuurlijk minder blij zijn. Want ja, je hebt gemiddeld genomen tussen de 1500 man toch wel aan de kant staan. Om niet te spreken van alle opbrengsten in de diverse afterparties. We hebben vorig jaar ook geluk gehad. We hebben vorig jaar de derby tegen Des nog kunnen spelen. En Des heeft vorig jaar gewoon heel erg veel pech gehad. Want zij konden na de winterstop niet meer de derbies spelen. Dus ja, soms some you win, some you lose. En zo staan wij er ook in als vereniging. Ja, ik wens jullie zaterdag. Weliswaar, ik denk dat jij er wel naartoe gaat als afgevaren van de vereniging. Nou, ik ben een hele rare voorzitter. Want zolang deze voorzitter zelf nog voetbalt en het nog kan voetballen, blijf ik dat doen. Er is slechts één derby in de gemeente waarvoor ik mijn eigen voetbal afzeg. Dat is tegen Des. Dus zaterdag zal ik er zelf niet bij zijn. Maar de kaartjes zal ik binnen het bestuur natuurlijk achterlaten, zodat anderen wel kunnen. Maar ik ga zelf lekker spelen.
Nou, heel veel succes. En waar verwacht je daar de punten naartoe gaan? Nou, ik denk dat het een verrassing wordt. Ik denk dat het een verrassing wordt in de zin van 3 punten voor SVVN. Met een 0-1 of een 1-2 overwinning vanaf Sportpark De Voordam. Nou ja, ze kunnen in ieder geval zaterdag afstemmen op HFM Sport. Ja. Van 2 tot 5 is er live verslag. Hartstikke mooi. Succes met de uitzending. Dankjewel. Wij zijn hier bij de socioruimte De Cirkel. Vanmiddag worden hier pannenkoeken gebakken en gegeten. Ja, dat klopt. Hoe is het idee ontstaan om pannenkoeken te gaan bakken? Op de normale kookmiddagen, kookmorgens, werd ook af en toe pannenkoeken gebakken. En mensen vinden dat heel lekker en heel gezellig. En daar is het idee eigenlijk uit ontstaan dat het ook wel heel fijn zou zijn dat we op een avond aan het einde van de dag pannenkoeken bakken. En het idee is begonnen dat opa's en oma's met kleinkinderen hier kunnen komen om pannenkoeken te eten. Maar niet alle opa's en oma's hebben kleinkinderen die houden van die nog met opa en oma mee willen om pannenkoeken te eten. Zodoende dat het nu ook toegestaan is dat senioren alleen mogen komen. Of met vrienden, of met buren, of met wat dan ook. Dat zal erg in de smaak. En bijvoorbeeld een gezin is niet toegestaan? Ja, nou in deze coronaperiode is dat niet mogelijk. En nou zijn er 12 mensen, maar normaal gesproken zonder corona? Zonder corona hadden we er hier wel eens over de 30. Zo. En dat ook eigenlijk altijd vol. En dan had je wel opa's en oma's met kinderen en kleinkinderen. Ik zie daar heerlijke pannenkoeken met spek. Ja. Maar bakken jullie ook met appel en rozijnen en dat soort dingen? Of? Nou, we hebben standaard met spek, met appel en naturel pannenkoeken. En hoe kunnen de mensen zich aanmelden? Het is de bedoeling dat je even bij de Welle een pannenkoekenkaart haalt. Je kunt een pannenkoekenkaart voor 4 maal pannenkoeken eten. Dan kun je ook met 4 personen komen, vrienden, vriendinnen. Of 4 keer pannenkoeken eten. Een pannenkoekenkaart kost €16. Dan kun je dus 4 keer van komen. Maar ook met 4 personen. Dus en dan kun je onbeperkt eten zoveel als je wilt. Zo. Ja. En het is nu om de 2 weken? Het is nu om de 2 weken, ja. Deze keer en om 2 weken weer. En totdat de maatregelen versoepeld worden. En dan kunnen we dan kijken wanneer wat we weer dan mogen eten. Oké, hartelijk dank Hanneke. Heel graag gedaan.